Oh, weet je wat? Ik laat hem hier naartoe komen zonder dat ik überhaupt iets vertel. En dan gaan we helpen om het geld terug te halen. Ik ben nog... Oké, rustig. Ja? Rustig. Zijn we duidelijk? Je bent heel duidelijk. Je bent heel duidelijk. Okay. Goed, aangekomen dan in het onbekende. Ik weet niet wat ik hier moet doen, maar... Oh, ik zie daar alweer iemand staan. What the fuck? Wie is dat? Remco? Hey, Duffy, jongen. Wat doe jij hier? Maakt niet uit. Kom, ik wacht je op. Ja. Hier heb je wat vlees trouwens. Hier. Oh, rustig aan. Goeie reis gehad? Ja, ik ben net geland, maar ik zoek Crazy Mafia Boy, niet jou. Ga weg, man. Ik zoek je helemaal niet. Jij bent... Crazy Mafia Boy die is achtergebleven in Mytopia. Nou, check hem maar uit. Huppatee. Goeiedag. Ja, goedemiddag. Ik wil hem graag even uitchecken, want ik ben geland. Alleen, wat doet hij hier? Ik heb eigenlijk geen idee. Want als dit zo'n stad is met zulke mensen, dan ben ik hier vrij snel weer klaar. Maar goed, oké. Ja, je kan het beste wel voorzichtig doen in deze stad. Het is een, Let niet op. Kom, Duffy, we moeten gaan. Hup, kom. We moeten gaan. Wat doe jij hier? Ja, wat doe ik hier? Ik wacht jou op. Dat heb ik je toch net gezegd. Man. Ja, maar jij wil mij... Hé, ik wil jou. Ah, jongens, stel je niet zo aan. Ik heb een beetje jou lopen treiteren, dat klopt. Een beetje lopen treiteren? Heb je wel gemerkt wat er allemaal tegen mij is gezegd door jou? Nee, wat heb ik gezegd dan? Als ik jou op zou zoeken, zou ik een kogel door mijn kop krijgen, bijvoorbeeld? Ben ik allemaal niet... Crazy Mafia Boy. Je hebt zeker te veel gedronken. Dat vind je grappig. Ja, eigenlijk wel. Kom nou maar mee. Ik heb doodsangst uitgestaan, ja? Ik heb een beveiliging van de FBI door jou. Ja? Ja, dat is goed. We moeten een beetje uitkijken hier. Hoezo? We moeten uitkijken, dat is goed. Kijk uit, straks komt er nog iemand in. Wacht even, blijf even staan hoor. Nee, niet meer. Kom maar, is veilig. Kom. Fuck, ben je allemaal aan het doen, gast? Ja, ik moet even. Ik zal je straks alles vertellen. Ik moet een beetje. Los land overkomen. Kom goed. Ja. Oké, ik weet niet wat ik in deze stad aan het doen ben. Ik ben hier maar voor één reden en jou bevalt me alleen al niet. Hoezo niet? Ik bedoel, ik doe toch niks verkeerd? Waar neem je me überhaupt mee naartoe? Ik bedoel, ik zie allemaal gebouwen en jij loopt maar weer naar... Ja, we gaan naar mijn appartement. Kom, dat is hartstikke leuk. Oh, meneer heeft hier ook gewoon een appartement. Tuurlijk, meneer een appartement. Oké, en nu? Ik word opgehaald door een grote crimineel. Vervolgens loopt hij mij mee naar zijn huis. Vervolgens ben ik nog door een bedrijf dat hij kogels op mijn kop zou schieten. En nu sta ik hier. Nou, pak je gun maar, schiet me maar. Doe maar. Ik ben er klaar mee. Doe maar, het is over. Doe niet zo gek. Kom mee, kom. Zo, wat is... Ja, nee, ik zal je alles vertellen zo meteen. Ja, zeker ga je me alles Welkom vertellen. Welkom in mijn nedere stulpje. Holy shit. Mooi, hè? Wat? What the fuck? Je hebt hier uitzicht over heel de stad? Ja, dat heb ik ook wel nodig, ja. Ja. Nee, is leuk, hè? Ik wil ja zeggen, maar iets in mijn hoofd zegt nee, omdat jij bent hier. Jij. Hoezo ik? Ik doe toch helemaal niks, man? Jezus, doe even rustig. Ik doe niet rustig, want ik... Luister, ik ben hier voor één reden. Jij weet die reden, want jij weet waar het is. Ja, en jij loopt me hier naartoe, je wil een kogel door mijn kop schieten, je stuurt mannetjes op af, ik heb fucking FBI-beveiliging, en dan rustig, ik zal je alles vertellen. Oké, luister. Ik ben een soort van heel kort hier, want ik moet binnenkort weer weg. Ik zal even heel snel vertellen wat er nou precies aan de hand is. Oh, heel kort hier, snel weer weg, mij in de problemen brengen, zelf weggaan. Nee, ja, jij wil je shit terug, toch? Tuurlijk wil ik mijn shit terug. Kom op. Weet je hoe fucking veel geld het is? Waarom heb je er gewoon met je poten aangezeten? Dat heb ik niet. Hoezo, dat heb ik niet? Hoezo? Dat was ik van plan, oké? Maar er is iets tussen gekomen. Er is een andere maffia gang ook hier bezig. Weet je, ik heb hier een hele maffia gang. Helemaal tof en zo, weet je. Alles gaat goed. Totdat in één keer die andere gast kwam. En in één keer alles overhoop hield. Eigenlijk, hij heeft de coke. Hij heeft het geld. Hij heeft alles. Dus, jij was gewoon van plan om... Is al het geld bij mij te stelen. Want je laat ons eerst vieze werk doen. Dus je laat zorgen dat Wouter en ik, hè, die zorgen dat Marnik het cocaïne heeft gereden naar een andere stad toe. Vervolgens heeft hij het geld, ja?
We laten het geld daar even liggen, want we willen geen verdachte dingen doen. En je wou het gewoon van me gaan jatten. En je bent gewoon eigenlijk gewoon te laat, zeg je. Je bent gewoon eigenlijk gewoon te laat geweest. Je hebt hier een hele fucking maffia. Alleen er is dus nog een grotere maffia die jou gewoon onderdrukt. En daarom heb jij het geld niet. Maar waarom ben ik hier dan? Nou, omdat ik jouw hulp nodig heb. Samen met wat andere mensen eigenlijk. wat hulp nodig heb? Ja, nee, je moet me helpen die gasten aan te pakken. Tuurlijk. Wat denk je, dat ik jou ga helpen? Je hebt me bijna doodgeschoten. Of een van jouw handlangers heeft me bijna doodgeschoten, ja? En dan denk je nu van, oh, weet je wat, ik laat hem hier naartoe komen zonder dat ik überhaupt iets vertel. En dan gaan we helpen om het geld terug te halen? Ik ben nog... Oké, rustig. Ja? Rustig. Zijn we duidelijk? Je bent heel duidelijk. Je bent heel duidelijk. Oké. Nee, precies. Maar goed, ik weet dus nog niet precies waar die andere baas zit. Dat moet ik nog eigenlijk zien uit te vogelen. Maar het is wel even constant op je hoede zijn hier, hoor. Poeh. Ja, ik heb het alweer gemerkt. Sowieso, ja. De man bij het vliegveld die zei het al, hè, deze stad, het is gewelddadig. Nou hier, we zien het alweer. Gewoon, er wordt gewoon meteen weer een geweer tegen mijn hoofd gezet. Ja, ik zou je wel even in je teen schieten. Nee. Grapje, jongen, grapje. Dit zijn geen grapjes. Ik ben gewoon iemand die gewoon een nette baan heeft. Wat een uitzicht trouwens, wauw. Ja, mooi hè? Ja, hier kom ik altijd even tot rust, weet je. Al dat gestress in Utopia, gadverdamme. Ja, dat geloof ik graag, maar ik sta hier volgens mij nu op dit moment meer te stressen dan jou, ja? Jij zegt, ja, jij hebt hier een hele... Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Als ik iets verkeerds nu zeg, ja? Ik weet wat er nu met mij gaat gebeuren. Ik heb het namelijk net gezien. Dus voordat je zegt, dat valt wel mee. Nee. Ja, nee. Dat klopt. Goed. Dat klopt. Laten we even dan... Kijk, zolang je gewoon luistert en doet wat ik zeg, is er niks aan de hand. Kun jij gewoon straks weer terug met het vliegtuig. Kun je lekker weer je ministerzaakjes doen. Dan kun je op een gegeven moment terugkomen. Allemaal helemaal prima, joh. Geen probleem. Maar je gaat me hier wel mee helpen. Toch? Heb ik een fucking keus dan? Heb ik een keus? Ik ben hier nu toch al. Ik zit in jouw fucking huis vast. Ik heb geen eens een sleutel. Ik kan niks. Nou ja, je hebt een keuze. Leven of doodgaan. Wauw. Gewoon, ik word... Ja. Goed, laten we dan op zijn minst even wat zaken boven water halen, oké? Okay? Goed. Oké. Ik heb gewoon een aantal duidelijke vragen. Jij bent dus gewoon een maffia-organisatie, wat ik gewoon al dacht. Aha, ja. Jij hebt veel handlangers die mij de afgelopen tijd in de gaten hebben gehouden. Yep. Waarom heb je mij een wapen verkocht? Is het om mij schaakmat te zetten tegen de FBI of wat ook, dat ik wel jou moet gaan helpen? Wat is daar het hele plan achter? Wow, wacht. Wapen verkocht? Hoezo? Weet jij niet? Heb jij een wapen van mij? Ja? Ik was op straat. Er kwam iemand naar me toe die zei: ik moet van Remco tegen jou zeggen, we hebben een speciaal bieroffer. Kom naar de bierfabriek en daar zit bier. Want ik had een boot gekocht. Ik had een splitsplinternieuw boot gekocht van 300.000 euro. En ik kreeg een special bieroffer als het ware. Dus ik dacht, nou, hey, dat is super mooi. Weet je, een mooi weekend, een mooi boot, een feestje met vrienden, wat speciaal bier erbij. Vervolgens ga ik dus naar jouw biergebeuren toe. En dan stond daar die dronken vent met zo'n heel raar accentje. Nou, heet die dan? Crazy Mafia Boy, of niet? Ja, die stond daar. Nou, en die was helemaal, hey, ik ben dronken, alles draait. En ik denk, nou, het zal wel. En ik zeg, ik kom hier voor speciaal bier. Hij zegt, oh ja, speciaal bier, knallend speciaal bier. Dus ik denk al, knallend speciaal bier. Nou, ik dacht misschien champagne, wat dan ook. Dus ik mocht met hem mee naar achter. Nou, en voor je het weet, werd er gewoon een gun op mij gericht. Oh, die crazy mafia boy. Man. Nee, toen was het eigenlijk heel simpel. Ik heb hem maar dat wapen gekocht. Want ja, wat moet ik anders? Ik bedoel, hij wil waarschijnlijk geld, denk ik. Dus ik had eigenlijk geen keuze. Ik heb het wapen gekocht. En vanuit daar is eigenlijk alleen maar erg aan. Ik heb in de bossen ermee geschoten. Vervolgens bij mijn villa. Van die vent zo dronken als maar kan aan. En begon hij in het rond op vlinders te schieten. Die kogels die kwamen gewoon in mijn huis. Vervolgens heb ik op hem geschoten. Heb elkaar niet geraakt. Maar het is echt... Ja, ik weet niet wat nog meer voor handlangers jij hebt. Als ze nog meer allemaal aan het bier zijn of aan het drank zijn. Ben je niet gezien hier, hoor. Ik ga gewoon weer terug. Nou ja, kijk... De reden waarom ik Crazy Mafia Boy heb gekozen is heel simpel. Die onthoudt niks. Dat weet ik, want echt? Ik heb hem wijsgemaakt dat ik fucking van de kleding ben. Terwijl ik een minister ben. En dat geloofde hij. Ja, hij had zelfs mijn ministerkleding aan. Ik zei dat ik dat moest maken voor die minister. Dan haalt het gewoon aan.
Wacht, hoe komt hij überhaupt binnen bij jou? Nou, dat wil ik ook wel eens weten. Hij is namelijk in mijn helikopter is hij geweest, hè? Ik wou namelijk naar huis vliegen, want ik was paranoïde. Ik ga naar mijn helikopter, hij zit op mijn bankje in de helikopter. Ik ben bij mijn villa, hij staat voor mijn villa. Ik heb een nieuwe boot, volgende dag hij zit in mijn boot. Overal wat ik nieuw heb, wat ook, die man is aanwezig. Oh, wauw. Ja. Maar goed, nee, okay. Klinkt als de man die ik heb ingehuurd. Ja, nee, oké, okay, duidelijk. Maar je hebt verder niks gehoord van hem of zo? Ja, dat jij vast zat in de FBI-cel. Dat jij wat dingen had gedaan en dat hij dus ook niet precies wanneer je vrij kwam. Ja, dan moet ik zo meteen weer naar terug. Want anders ben ik te lang vermist, zeg maar. Dat is een beetje het probleem. Dus ja. Dan denk ik dat wij binnenkort eventjes misschien wat met wat meer mensen om de tafel moeten gaan. Ik weet nog niet, zeg maar, zo goed hoe ik dit allemaal moet doen en wat ik hiervan moet denken. Ik neem aan dat ik gewoon hier kan verblijven dan? Als je wil, ja, tuurlijk. Als je wil. Dan wil ik wel wat tijd voor mezelf, want ik moet toch eventjes wat dingen laten bezinken. En dan, ja, moeten we misschien een compromis gaan sluiten.